Zoals iedereen weet zijn draken gek op vliegen en vuurspuwen. En ze houden niet van water. Logisch, want water dooft hun vlammen. Daar kun je dus beter uit de buurt blijven. Maar wat moet een draakje doen dat niet kan vliegen en niet kan vuurspuwen? En bovendien ontdekt dat ze kan zwemmen als een vis en het heerlijk vindt. Ze wil haar vader niet teleurstellen, maar ze wil ook gelukkig zijn. De draak die niet van vuur hield, is een betoverend en grappig verhaal over jezelf durven zijn en familieliefde. Van dezelfde maker als de krokodil die niet van water hield.